Hallo iedereen, lezen jullie weer mee? Vandaag lezen we Piet Piraat en het Bloemeneiland. Op een dag merkt Piet in de verte een eiland op. Wat een prachtig eiland! De piraten gaan meteen een kijkje nemen. Overal bloeien de fleurigste bloemen. Ze maken een wandeling door de Bloemenzee. De bloemen worden steeds mooier en groter. Zelfs in de bomen groeien duizenden bloemen. Vol bewondering lopen de piraten verder. Eerst Piet, dan Stien en Berend en Steven komt laatst. Daarom ziet niemand hoe Steven plots opgeslokt wordt door een enorme bloem. Piet, Stien en Berend wandelen rustig voort. Tot... hap! Ook Berend wordt opgehapt. Help! Roept Berend nog. Stien kijkt om, maar Berend is weg. Hap! En weg is ook Stien. Help! Hoort Piet. Hé? Waar is Stien? Help! De stem komt uit een enorme bloem. Laat Stien los, roept Piet en hij geeft de bloem een schop. Maar er gebeurt niets. Piet moet Stien zelf uit de bloem verlossen. Piet kruipt omhoog langs de stengel. Giechelt de bloem. Hoe meer Piet kriebelt, hoe harder de bloem lacht. Tot de bloem zo hard moet lachen dat ze open gaat. Boem! Stien is vrij. Help! Klinkt het uit een andere bloem. Dat is Berend. Stien en Piet kittelen de bloem zo hard tot ook Berend verlost is. Nu Steven nog. Maar waar zit Steven? Hij kan niet om hulp roepen. Wat nu? Hé, wat vindt Steven in zijn zak? Een pepermolen. Hutsje, niest de bloem. Hoera, nu is ook Steven vrij. En onze piraten, die maken snel dat ze wegkomen. Eind goed, al goed. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het lachen. En graag tot een volgende keer. Dag!